vind dat we hier de laatste tijd wel heel vaak zijn, hoor. Ja, dat is waar. Hallo, hallo, we zijn in Turnhout alweer. Ja, gisteren zijn we daar ook praktisch onze vlog geëindigd. En eigenlijk niet helemaal, we zijn gisteren geëindigd toen ik in mijn bedje lag. Ik moet zeggen, vandaag gaat het gelukkig alweer terug iets beter. Ja, gisteren is dus Janine naar het ziekenhuis gegaan om op onderzoek. Ja. En het was eigenlijk wel, de uitslag was nu ook weer niet. Ja, we weten het eigenlijk niet, maar de dokter die zei wel dat het er niet zo heel erg uitzag. Nee, dus we moeten een beetje afwachten. Ja. Als je benieuwd bent wat, hoe of waar laten we nu over bezig zijn, dan moet je even onze vlog kijken van gisteren. Daar leg ik alles in uit. Ja, nu zijn we in Turnhout niet voor controle, maar zijn we hier voor mijn haar. Ja. Dat zijn we tegenwoordig echt ook wel vaak. Maar ja. Ja, ik weet niet, jouw haar groeien gewoon zo snel. Ik weet, maar volgens mij hechten we er gewoon iets meer belang aan of zo. Ja, ik weet het ook niet. Vroeger had mama echt zo echt een mega lange haren had en dat er misschien inderdaad niet zoveel had. En nu tegenwoordig moeten we precies elke twee weken terug naar eigen om de twee weken nu ook niet, maar ik denk wel om de vier weken, om de maand gaan we echt van naar de kapper, Allee, ik dan. Jij niet eens, hè? Ik niet. Nee, voor mij hoeft dat helemaal niet. Dus mijn haren mogen wel een beetje wat langer worden. En ik kom terug. En ik ben kort geknipt en geknapt. Ja, langs de voorkant valt het niet zo op, maar langs je hoofd draait zie je het kort. Voilà. Ja, mooi. Vind je dat mooi? Ja. Ik vind dat ook wel mooi. Ik vind zo dat het fris. Verzorgd eruit. Voilà, het gaat dus wel fris zijn ook buiten. Ja, daarnet liep ik al eventjes buiten. Ik moet zeggen, ik heb heel ik aan mijn oren voelen. Heel koude oortjes gekregen. Ja, maar althans, je haar hangt er aan de stand toch. Ja, maar toch, er zit zo, hier toch een beetje haar in. Ik heb ook wel koude oren, althans, ik heb veel haar. Ja. Wat gaan we nu doen? We gaan nu nog naar Valkenswaard een geocache wandeling doen. Jee. We staan geparkeerd hierachter en nu gaan we het bos in.
alle caches gevonden. Yep. En we staan nu bij de laatste van deze geweldige geocache-tocht in het bos. Een slot op. Ja, we hebben iets moeten doen om hem open te krijgen. Oei. Tada. Oh, mooi. De reeks heet het Sprookjesbos. Ja. De weg naar het Sprookjesbos. Mooi. We hebben nu het Sprookjesbos gevonden. Ja. Heel mooi. Hier is dan een logboekje voor onze naam. En na een leuke wandeling zijn we nu thuis. Ja. Ziezo, we hebben ook nog handjes gewassen. Ja, we hebben ook nog gezellig iets gegeten in Valkenswaard. Ja, Valkenswaard. Maar dat hebben we niet gevlogd, want soms hebben we ook wel eens eventjes een momentje van met twee nodig. Precies, of we hebben dat momentje niet als we... Maar het is toch anders. Ik vond het wel gewoon heel gezellig, dat is hier heel lekker. Het was ook gewoon een hele leuke wandeling. Hele mooie geocaches ook, hele mooie bonus ook, dat is ook wel heel fijn. Het enige minder leuke was dat het parcours misschien een beetje hobbelig was. Ze waren, modderig. Ja, modderig. Ze waren heel erg veel bomen aan het wegkappen en doen. En ja, ik denk dat dus, ja, die wagens die dat dan die bomen weghalen, er hebben voor gezorgd dat er heel wat, zo wat bandensporen en zo waren in de auto. Het was heel wat... Moet daar niet over klagen. Nee, helemaal niet. Het maakte het wel ietsje wat moeilijker, hè. Dus maar dat goed, mag het was je allemaal wel zeggen. Fijn, het waren fijne dagen weer al. En morgen gaan we weer werken. Ja, maar morgenavond wel weer iets leuks doen met mijn mama. Dat zie je morgen in onze vlog. Ja. Tot morgen. Ciao. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.